1991 is het jaar waarin BZN in Volendam, u kent ze natuurlijk allemaal, de band zonder naam, ze bestonden 25 jaar. Ze hadden 18 top 10 hits in die tijd. Sinds 1976 elk jaar onderscheidingen met albums die goud of platina werden. Dadelijk praat ik uitgebreid met Carola, maar ik hoop dat u hen een donderend applaus wil geven, want ze gaan een schitterend nummer voor u zingen. A Summer Night With You. Van een dochter kun je trots zijn. Een fotograaf op school, even met je armen over elkaar. Sierlijk en trots blijft ze in evenwicht. Als 16-jarige met haar eerste band achter zich. Kermis in Volendam, dat wordt stappen met vriendinnen. Nou, u heeft er al lang en breed in vol ornaat gezien. Hier is ze, Carola Smit. Hallo. Kom lekker zitten. Nou, daar gaan we weer. We doen altijd een paar situaties die je voor moet stellen. Hè? Ik kan me heel erg opwinden als er een auto voor me zit in het verkeer die veel te veel treuzelt. Verschrikkelijk.
Ja, meen je dat nou? Ja, vooral als ze precies de snelheid aanhouden die aangegeven wordt. Dus jij rijdt altijd te hard? Vooral bij 70 à 80 of zo. Ja, nou ja, goed. Ik kan me verschrikkelijk opwinden als mensen te laat zijn. Nee, daar kan ik best goed tegen. Omdat ik het zelf ook eigenlijk altijd ben. Zo, ja. Nou, dat weten we dan, dat is tenminste eerlijk. Ik kan me heel erg opwinden als ik mijn moeder weer eens moet afbellen bij de verjaardag. Nee, dat valt wel mee. Dat is ze ondertussen gewend. Oh! Als ik er ben, dan ben ik er altijd. En soms moet ik werken, maar... En dan vindt ze het niet erg dat je er niet bent. Ik kan me heel erg opwinden als iemand tegen me zegt dat ik iets niet kan. Nou, dat wordt niet zo vaak gezegd. Ik kan het me niet zo goed voorstellen. Nee? Nee. Nou, des te beter maar. We gaan eens even over BZN en jou praten. Want BZN bestond dit jaar 25 jaar. Dus die band die was al. En die bestond al een poosje. En toen zij begonnen, toen was jij dus 3. Ja, dat klopt. En wilde jij toen eigenlijk al zangeres worden? Nou, wel vrij snel, ja. Ik weet nog van vroeger dat ik net op de lagere school zat, dat ik echt het liefst nog eerder van bed ging om nog even te kunnen zingen. Ja? Ja. Maar dat zat van jongs af aan nog in? Of zaten je ouders in een koor? Of hoe kwam dat dan? Mijn vader zong veel. En iedereen hield wel van muziek. Maar ik was wel de enige die gewoon echt voluit durfde te zingen thuis. Ja, ja. Die anderen deden dat nooit. En dat was dan voornamelijk in de badkamer? Of ging je ook tussen de schuifdeuren en dan een soort optredentje? Oh, ja. Ja? Met de stofzuigerslangen. Pardon? Hoe ging met dat? Met de stofzuiger. Vertel even dat. Heb ik maar gehoord, dat ben ik al lang vergeten. Maar vertel eens, dus dan nam je de stofzuigerslang als microfoon, ja. Vind ik wel heel inventief, volgens mij brengen nu heel veel kinderen op een idee. En dan gordijn om of zo, of jurk van je moeder aan, hoge hakken van je oma. Zo. Nee, dat viel mee. Oh. Maar ja, stofzuigerslang zie ik wel zitten. En toen later, een hele tijd later, werd je gevraagd als zangeres bij BZN. En was dat nou zo dat meteen ook rechtstreeks bekend werd? Of hoe ging dat eigenlijk precies? Nee. Want jou was Annie Schilder, hè? Ja. Ja. Nou, zij wilde natuurlijk dat die overgang een beetje vlekkeloos zou gaan. Dat kan natuurlijk bijna niet. Maar zij dachten, als de tijd tussen het bekend worden en het uitkomen van de plaat te lang duurt, dan er kunnen veel te veel vervelende verhalen komen. Maar op een gegeven moment moet je repeteren en het lekt natuurlijk toch uit. Ja. Maar die tijd viel nog wel mee en het is daardoor ook goed gegaan. Maar ik moest wel bij mijn werk en mijn vorige band, ik heb ook 4 jaar in een andere groep gezongen. En alle kennissen eigenlijk, alleen mijn eigen familie die wist het dan wel. Ja. Mijn huisgenoten, de rest ook niet. Niemand wist ervan? Nee. En wat voor werk deed je dan, als je dat bij het werk niet kon vertellen? Op een kantoor, administratief medewerker. Ja, ja. Dus het was wel veel leuker om dan te gaan zingen, tenminste, dat lijkt mij. Nou, ik zong toen ook ieder weekend, dus wat dat betreft wist ik wel wat me te wachten stond. Ja. En je viel wel ook meteen met je neus in de boot, want je kwam in een band terecht die alles maar goud... Ja, nou, dat lijkt natuurlijk makkelijk en achteraf vind ik dat ook wel. Maar om daarin te beginnen, ja, het kan bijna alleen minder worden natuurlijk. Dat heb je natuurlijk, dat is natuurlijk zo, als je op een heel hoog niveau begint, kan je alleen maar naar beneden vallen. Maar hoe doen jullie dat, dat je elke keer goud krijgt? Is daar een soort recept voor? Ja, dat zou wel makkelijk zijn natuurlijk. Maar het gek is dat de jongens, daar verbaas ik me nog steeds over, dat die nu nog heel fanatiek zijn. En echt plezier erin hebben, bijna verslaafd zijn. Ja. Ja, als ik Jan Keizer en jou zo naar elkaar zie kijken tijdens dat zingen, ik weet niet of jullie dat acteren, maar dan denk ik, die zijn verliefd op elkaar. Nou, wij zijn niet verliefd, maar wij hebben eerder een haat-liefde-verhouding. Het is heel... Mag ik eens even weten hoe die haat zich dan uit? Nou, ja, wij zijn best wel fanatiek allebei. Dus als er een woordenwisseling is, dan kan dat er echt van aan toe gaan. Ja. Maar dat is dan ook meteen over. Oh, dus er blijft niet met allerlei opgekropte gevoelens zitten en zo bam, meteen recht voor zijn raap. Ja. En wat is dan het meest voorkomende verwijt?
Oh jee, dat is een beetje moeilijk. Nee, dat verklap ik niet. Ja, je hebt groot gelijk. Jullie komen natuurlijk allemaal uit de Volendam, hè? En daar... Nee, op eentje na. Oh, op eentje na. En valt hij dan ook meteen uit de boot? Of, Nee, Dirk van der Ros komt uit Assendelft, maar die... bij ons in het dorp geweest. Die zaten bij een Volendamse management. En ja, die paste er gewoon meteen bij. Ja. Die kende alle... Is dat dan een speciaal sfeertje, dat Volendam? Ja. Ja, ik denk het toch wel. Het is een dorp, is... iedereen let op je, moet ik het me zo voorstellen? Ja, inderdaad. Maar ja, je kan zelf je eigen daar veel van aantrekken, of niet. En als je dat niet doet, dan ben je gewoon een buitenpootje. Maar op een gegeven moment heb je daar zelf natuurlijk echt veel profijt van. Want dan kan gewoon alles, ja. Denk ik. Maar dus als ze eenmaal weten, van vertrekt zich toch niks van ons aan, dan ja. Maakt het verder niet meer uit. Ja. Zo moet ik het ongeveer zien. Dat soort figuren heb je wel. Ja. 4 jaar geleden heb jij een hersenbloeding gehad, hè? Daar ben je... Infarct. Herseninfarct? Een infarct is een stolseltje dat gewoon ergens blijft klem zitten. En een bloeding is natuurlijk een gebarsten... Ja, ja. Maar je bent daar behoorlijk ziek van geweest. En je was zelfs voor een deel verlamd, geloof ik, hè? Hoe heb je je toen kunnen herstellen? Heb je daar bepaalde hulpmiddelen voor gehad? Want het is natuurlijk ongelooflijk zoals je nou weer functioneert. Je bent keihard aan het werken. Ja, ik heb wel erg veel therapie gehad. Maar ik had ook in het ziekenhuis al besloten om na een half jaar te beginnen. Achteraf gewoon waanzinnig, want dat weet je natuurlijk nooit. Maar dat is wel erg goed geweest. Want in het begin was het gewoon heel moeilijk. Geestelijk vooral. Ja, ook lichamelijk, maar geestelijk is het gewoon heel zwaar. Maar waarom geestelijk dan? Nou, je bent natuurlijk toch een beetje trots. En je moet toneel op en je weet gewoon dat je benen en je armen, het functioneert gewoon niet goed. En de confrontatie met het publiek maakt dat nog veel erger. Ja? Ja, dan kan je echt, de controle kan gewoon helemaal weg zijn. Nou, en dan moet je vooral op toneel bij iedere stap gewoon nadenken. En dat is achteraf zo goed geweest, want nu is dat zo ingesleten dat ik gewoon bepaalde trucjes heb. Maar daar hoef ik gewoon niet meer bij na te denken. Dus die ziekte is eigenlijk heel positief voor je uitgevallen, als je dat van nou, de ziekte mijn werk kunt voor de ziekte, ja. Mijn werk voor de ziekte? Ja. Ja, ja. Dat was gewoon de beste therapie die er is. Ja, buiten mijn eigen therapie dan om. Ja. En wat was die eigen therapie? Gewoon doorzetten? Ja, fysiotherapie. Ja. Veel evenwichtsoefeningen. Had je nou bepaalde mensen waar je extra veel aan had in die tijd? Nou, mijn eigen familie natuurlijk. En een vriendin van me, die ging meteen buiten allerlei oefeningen doen. Ballen gooien en trappen lopen. en de band natuurlijk. Ja. En die mensen, daar heb je nou nog steeds steun aan. Af en toe heb je dan ruzie met ze, maar goed, dat hoort er ook bij. Maar wat dat betreft heb ik heel weinig last nog. Ja, dat is ongelooflijk, hè, dat je zo... goed daarvan kunt genezen. Stel nou eens, want BZN is nou natuurlijk al zo lang populair, hè? Op een gegeven moment komt er natuurlijk een tijd dat die populariteit voorbij gaat. Ja, ik hoop voor je dat dat pas over 25 jaar is, maar goed. Stel dat dat gebeurt, zou jij dan een solo carrière willen beginnen? Ja, ik heb er al wel vaak over nagedacht, want ja, het duurt inderdaad een beetje lang allemaal. Maar je had dat niet zo lang gepland? Nou, gepland, niet verwacht gewoon. Ja. Maar... op zich vind ik mezelf helemaal niet zo'n type om alleen door het land te reizen met band. Maar misschien met een groepje of... Want je vindt dat wel gezellig, zo'n band? Ja, absoluut. Ja. Je hebt ook echt steun aan ze en zo. Ja, daardoor blijft ook ieder optreden toch anders. Ja, het is toch zijn een beetje je broers. Ja. Ja. Ja, eerlijk gezegd, dat denk ik vaak, je voelt je eigenlijk nergens zo goed of zo jezelf. Als binnen de band. Ja, want niemand kent je ook zo goed. En dat is natuurlijk top, hè? Ja. Ja. Nou, ik denk dus dat 1991 voor jou een heel goed jaar is geweest. Wordt 1992 weer zo goed, denk je? Ja, ik hoop het wel. Nou, ik hoop het ook voor je. Het begint nog maar net. Dank je wel. Heel veel succes. Prettige avond vanavond. Niet te veel drinken. Kijk uit. Ik kijk uit. Tenminste, als je nog daarna achter het stuur moet natuurlijk. En nou, wij gaan...
naar de nieuwsflits en de reclame en het weer. Want iedereen wil natuurlijk weten wat voor weer het wordt vanavond om het vuurwerk te kunnen afsteken. Tot zo.